Boston 0-1 verlies tegen Aardenaarde, geen 3 punten om het seizoen af te sluiten. Ja, dat is heel jammer om geen 3-punter te nemen tegen de derde laatste ploeg. Om het seizoen toch mooi af te sluiten was dat toch vooral ons doel voor 3 punten te nemen. Het liep vooral voor de rust moeilijk tegen een toch wel gretige Aardenaarde vandaag. Ja, die mannen moesten ook winnen. Ze stonden bijna, ze konden er redden, dus ja, wij zijn dat ook gedaan, denk ik. Dus ja. Tegendoelpunt op hoekschop valt misschien ook wat te makkelijk. Ja, het was een warrige fase eigenlijk, met dat Yannick uitvalt eigenlijk. Ja, het is jammer dat de match wordt beslist eigenlijk op 1 fase. Dus, ja. Het was je 4e wedstrijd in de basis nu? Ja. Had je verwacht dat het zo snel ging gaan dit seizoen? Nee, eigenlijk niet. Ja. Met dat... Ik ben toch wel blij dat ik de kans gekregen heb van de trainers en van de staf eigenlijk, dat ik toch 3-4 matchen heb mogen spelen. Hoe blik je zelf terug op die matchen? Ja, toch wel redelijk positief. Verschil tussen beloften en eerste ploeg is ja, merkbaar als doelman? Of? Ja, het had allemaal wel een stapje rapper. Ja. Dus ik ben wel blij dat ik die ervaringen mogen opdoen. Met een eerste ploeg. Je schuift volgend jaar in principe een stapje op ook? Ja, dat klopt. Voor het moment toch nog. Wat verwacht je daarvan? Verandert dat iets aan je rol binnen de club? Of? Nee, ik ga altijd voor... het is voor ook voor de concurrentie aan te gaan met Gilles natuurlijk. We zijn concurrenten, ja. Maar toch vrienden. Dus. Volg nu eerst de welverdiende zomerstop wel. Ja, we gaan het even van genieten. Want het is niet lang, eigenlijk. Dus, en met dat ik nog naar school even moet gaan, zal dat wel even ontspannen worden. Oké, bedankt.